Ja, wat vind je leuk aan Jan Wolkers? Ja, ik vind Jan Wolkers, ik weet niet exact hoe oud hij is. Hij is al wel 65 of 70, ik weet het niet. Ja. Maar als ik hem dan toch voor tv zie, dan, ja, dan blijft hij jongensachtig, rebels. Dat vind ik mooi. Ja? Ja. Dat spreekt jou aan? Ja, heel duidelijk. Vind ik mooi. Daarvoor vind ik ook leuk om erheen te gaan. Hallo jongens. Ja. Verder. Zijn, kom verder. Hallo, goeiedag. Dag. Kom verder. Ja. Ik heb een ervaring van duizenden flessen. Je weet, als je een fles champagne open doet, hoor je niet anders dan een kusgeluid. Hè? Hoor je het? Zo hoort het. Ja? Ja. Op de komende wedstrijden van jou. Ja, dit is de knikkende vogelbel. De hoe? Knikkende vogelbel, die knikt een beetje om. En dit is de Scilla Siberica. Dat is als goed als die sportfanaten wat van bloemen weten en planten. En dan kan je zien ook op het gras als er gevoetbald wordt, als er verkeerde dingen staan. Dat die knikkende dingen kan, staan. Ja, je kan op de knikkende vogelmelk kan je niet voetballen, weet je dat? Dat is heel slecht. Wie zei dat, de knikkende vogelmelk? En dan naar het atelier, waar Jan Wolkers aan de bondscoach en aan Harry de symboliek verklaart van zijn bekende beeld van Joop den Uyl. Zou het helpen? Ja, dan moet je wel de kunstenaar hebben om het uit te leggen, want anders zou ik het er misschien niet uitgehaald hebben. Dat, ja, begrijpt ja, u maar dat hoeft niet. Ja, maar dan ben jij een heel eenvoudige volksjongen. Ja. Jij bent een heel eenvoudige volksjongen. Ja. Nee, dan vind ik de moeite waard om het aan hem uit te leggen. Dat vind ik ook leuk, want dan weet ik dat ik iemand verrijkt heb en zo. En dat hij het doorvertelt aan andere mensen, omdat hij daar trots op is. Ja. Dat je dat weet. Ja, heel goed. Man. Heel goed. Want dit is een van die schilderijen. Ja, dit is een hommage aan Bach. Kijk. Ja. Die rechtlijnigheid en de fuga's, zoals alles omhoog gaat. Het lijkt zelfs bijna op orgelpijpen. Ja. Denk je niet aan orgelpijpen? Ja, meneer Wolkers. Maar hij weet niet wat orgelpijpen is. Hij denkt dat het iets uit de pornografie is. Maar daarom vind ik het wel heel leuk om voor, laten we zeggen, de eenvoudigste van het Nederlandse volk, hem dat uit te leggen. Want ik weet zeker dat je je verrijkt. Weggaat. Nee, want het is vooral. Kunstenaars zijn vaak een soort psychiaters, hè? Dat je de mensen rustig houdt weer. Hè? Ja? En jij was, als we zo doorgaan, was je in een zenuwstuip naar Amsterdam gereden en zo met alle risico's van die. Harry probeert een brug te slaan tussen voetbal en literatuur. Voor Guus Hiddink. In het Nederlands elftal zal altijd iemand moeten staan die op de grootste trompetist uit de jazzgeschiedenis lijkt, namelijk Ruud Kluivert. Klopt dat? Kluivert lijkt precies op de jonge Louis Armstrong. Ja. Maar dan laat Harry de voetbalsport weer varen. Wat we hier beslist kunnen rekenen tot het nemen van onnodige risico's. Nee. Hermans heeft het behouden huis geschreven. Dat heb je dat wel eens gelezen? Nee. Oh, ik ken de naam van het is ook in Braille, hoor. Het is ook in Braille, dus. Nee, hoor. Is dat heel erg stom? Of nee, nee, vind ik helemaal niet dom. Want jij gaat dat inhalen, weet ik. Ik geloof niet dat jij gewoon in het moeras van de onwetendheid weg wil zinken. Daarvoor heb jij te veel. Een soort gezonde domheid, zou ik maar zeggen. Dat je denkt, ik wil er bovenuit komen. Nee, echt hoor. Dat, dat,